Al voor de zomer zou het college een besluit nemen over de toekomst van het veelbesproken theater. In het voorjaar lagen er drie opties op tafel. Opnieuw subsidie verstrekken, verhuren aan een marktpartij of verkopen. Het college heeft nu de opdracht gegeven aan onroerend goedspecialisten om de marktwaarde te bepalen. Momenteel worden de lasten van het theater gedragen door Theater Stilburg en de gemeente. Alle verantwoordelijken van de problemen rondom het Midi-Theater lijken vertrokken te zijn. Nadat eerst het compleet college, daarna een wethouder en vervolgens de burgemeester is vertrokken, is nu ook de ambtelijke top weg. Zij hebben inmiddels andere banen.